We dachten nog van zouden we Groningen gaan missen. Dit is echt onze favoriete chips ever. Hi allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Deze kat heeft gewoon dat ene kleed aan de kant geduwd, zodat ze op de ander kon liggen. Best wel bij de hand, hè, Maukie? Maar je hebt groot gelijk, hoor. Ik ben ondertussen druk aan het werk. En ik ga nu even kolven. Oh, en mijn batterij is leeg. Dus ik ga even een nieuwe batterij pakken. Maar ik ben mijn online cursus, die 7 maart weer gaat starten, ben ik helemaal door aan het kijken. En video's aan het aanpassen. Wat video's opnieuw aan het opnemen. Dingen nog beter aan het maken. Ja, dus dat. En dat is trouwens ook voor de oude cursisten. Want die hebben nog steeds toegang tot de informatie in de cursus. Dus iedereen kan daarin, maar ook natuurlijk de nieuwe cursisten. Je kunt nog meedoen. Cursus.optimavita.nl als jij gezonder wilt gaan leven op een manier die bij jou past en die voor altijd is vol te houden zonder gekke diëten. Hij start dus op 7 maart, maar je kunt je nu al aanmelden als je wilt. Het is inmiddels alweer 20 over 6 en dit Mupske is thuis. Beide Mupskes zijn thuis. Ja. Ja. Ik heb lekker een pokeball gemaakt. Sven, die gaat zo... Wat ga je doen? Kickboksen? Kickboksen, ja. Kickboksen, dat is lang geleden. Dat is echt lang geleden. Ik zie er ook een beetje tegenop. Oh, waarom? Ja, zwaar. Maar dat is wel lekker. Ja. Sven heeft net al een klein beetje gegeten en ga je straks de rest even? Ja. Oké, ik ga nu eten. Ik heb pokeball gemaakt. Met zalm en radijs en komkommer en... gember, mayo en rijst natuurlijk en avocado. Lekker! En Olivia heeft net ook gegeten en die zit nu uit te buiken. En die gaat strakjes naar bed. We hebben besloten dat ze ergens tussen 6:15 en 7:00 naar bed gaat, afhankelijk van hoe moe ze is. Nou, ze zit nu toch lekker te chillen. Dus nu wordt het eerder richting 6:30, 7:15 denk ik. Deze twee liggen al een paar minuten. Zo gezellig samen te chillen. Okay. Zo schattig. Yes. Klein bolletje. Ik ben aan het ontbijten. Wat zei je? Klein bolletje. Ik ben aan het ontbijten. Kwark met appel en granola. Oh, dat is niet mijn thee. Dit is mijn thee. En we hebben vitamine C bruistablet. Sven is aan het werk. Deze poes. Waar ben je? Hier ben je. Hallo. Die speelt met dat muisje. Dat had ze laatst van een volgster gekregen. Een tijdje terug alweer. Maar dit is dus ook een van de weinige dingen die ze leuk vindt om mee te spelen. Moet ik hem weer pakken? Oh, je ligt tussen je poten. Slimmerd. Maar en dus dat ding wat ik laatst voor haar kocht. Goed. Zei ik al, Olivia ligt op bed. Nu een kwartier of zo. Ik ga even aankleden. Dit in de was doen, want ik zag dat er een vlek in zat. En mijn make-up doen. En dan ga ik straks naar Rashida. Naar Groningen. Dat zou ik vorige week doen. Alleen toen was ik niet fit. Maar ik heb er wel heel veel zin in. En natuurlijk gaat Olivia gezellig mee. Ik ben nog even aan het werk gegaan. Ik weet dat het weekend is, maar ik ben bezig dus met mijn online cursus zo goed mogelijk weer maken. En alles doorkijken en alles verbeteren. En dat wil ik gewoon even af hebben. We starten op 7 maart, dus ik heb heel februari nog om het aan te passen. Maar het is best wel veel werk. Dus ik dacht, ja, ik moet nu gewoon even, of ik wil nu gewoon even knallen. Iemand zei ook, je moet weer heel veel van jezelf veranderen. Dat weer eens in willen. En daar heeft diegene helemaal gelijk in. Want daar was ik mee bezig. En dat ging beter. Maar nu weer even wat minder. Dus ik wil gewoon heel graag dit goed hebben staan.
Dus dan maar af en toe in het weekend in de slaapjes van Olivia ook wat werken. Dat vind ik helemaal niet zo erg. Dus ik ben nu lekker een video aan het editen. Oh, wat gezellig, Mauki. Wat gezellig. Nou, daar gaan we dan, Olivia. We gaan naar Rashida. Dat is leuk. Nou, kijk eens. Rashida is een hit, hoor. Vind jij Rashida leuk? Ja. Ze ging gelijk helemaal lachen toen ze Rashida zag. Zo leuk, hè? Ja. We zijn naar de stad gelopen. We gaan even een broodje halen. Olivia slaapt ondertussen. Dan is het volgens mij een beetje wakker aan het worden. Slaapt. Maar ze heeft al een draaiorgel overleefd, slapende. Klarinet. En een klarinet, dus die slaapt goed. Even een broodje. Ik heb een bagel met zalm en Rashida heeft een broodje met kip. En deze mevrouw was wakker. Oh. En de volgende stop is natuurlijk de Starbucks. Yummy. Die hondenkin. Is je schaar kapot? Oh ja, dat is al heel lang. Dat zien jullie niet, maar mijn camera ligt echt helemaal aan het dichten. Maar dat is al heel lang zo. Is het gezellig, Olivia? Dat is leuk, hè? Meidendagje. Olivia, jouw Starbucks drankje komt er ook aan, hoor. Een full fat. Babymilk. Ja. Zo, we zijn weer lekker thuis. Iemand heeft ons erg gemist, denk ik. Het was heel gezellig. Volgens mij vond Olivia het, ondanks alle indrukken, ook wel heel leuk. In de Starbucks ging ze voor de tweede keer schaterlachen. Dat deed ze eergisteravond ook. En nu, Mauki die zit ondertussen te besnuffelen. Nu in de Starbucks, dat was Mauki's staart, waar Rashida bij was ook. Echt zo heerlijk. Kan je schaterlachen, hè? Ja. Ik hoop het binnenkort weer eens een keer op beeld te krijgen. Echt, het is zo lief. Dus nu nog heel even zitten en dan gaat deze meid maar lekker naar bed. Ze had vanmorgen gelukkig een heel goed slaapje gedaan van 2 uur. Maar in de draagzak heeft ze denk ik maar een half uurtje of zo geslapen. Dus ze is weer hard toe aan slapen. Het is nu bijna 3 uur, dus dan kan ze mooi nog eventjes naar bed. En hopelijk nog even een goed slaapje doen. Wat is dat, Olivia? Olivia, op bed. Wij lekker op de bank eten. Oh ja, ik naar bed dacht ik. Sven is een beetje moe. Sven heeft de kaarsjes aangestoken. Dus we hebben lekker kaarsjes. En we hebben eten. Couscous met feta. En ik had bij de Yamin snoepjes voor Sven. Zure snoepjes gehaald. Echt een hele zak met, dit zijn echt Sven's favoriete snoepjes. Stel scherp. En ik heb voor mij een hele zak met allemaal verschillende chocolaatjes gehaald. Die ga ik niet in één keer opeten, want dan ben ik echt misselijk. Je hebt van die chocola dingen die je allemaal kan scheppen. Die heb ik gehaald. En dit is echt onze favoriete chips ever. Maar je kan ze niet in de supermarkt krijgen. En bij de Yamin kosten ze echt nou, 6 euro voor een zak of zo. Maar deze chips, jongens, oh, zo lekker. Het doet me ook altijd denken aan Florida, dat we daar waren. Ja. Toen hadden we die ook. En toen kon je hem wel gewoon in de supermarkt kopen. Ja, in Zuid-Afrika hadden wij ook nog bij. In Zuid-Afrika, ja? Ja. Waarom? Ja, als je dat aan Miriam, als je dit Miriam laat proeven. Miriam is mijn zus trouwens, maar... Die wordt helemaal gek. Ja? Ja. Dan moeten we, waarom kopen die dan nooit voor haar? Moeten ja, we die moeten we eigenlijk een keer doen, ja. Ja. Gaan we doen. Ja. Ik hoop dat ze de vlog niet kijkt. Nee, we kopen hem niet voor haar. Goedemorgen, Mauki. Goedemorgen, Mauki. Mauki is weer zo'n lekkere, dikke fluffbal geworden. De kale plekken zijn echt helemaal weg. Nou ja, bijna zo goed als weg. Je bent zo'n gelukkig poesje, hè? Ja, ze heeft alleen een nieuwe gewoonte.
om 6 uur 's ochtends blaren dat ze naar buiten wil. Hè? Dan slaapt Olivia goed en dan ga jij. De laatste tijd komt Olivia nog om 2 nachtvoedingen. Of vannacht was er maar 1 trouwens. Maar de laatste nacht telkens 2. Maar verder slaapt ze eigenlijk best wel goed. Dus die kat echt om aandacht te vragen. Maar dus dat is echt super fijn. En ook overdag, nu ligt ze ook alweer bijna een uur te slapen. Dus ook dat gaat best wel goed. Dus ja, ik mag echt niet klagen de laatste tijd. Ik heb ondertussen me aangekleed. Ik heb echt een chill outfit aan. Mijn nepleren legging, die is van Spanx. Daar krijg ik heel vaak vragen over. En deze hele grote sweater dress is van H&M. Ja, zo'n leuke knuffelen, hè. Zoveel aandacht voor Mauki. En ik heb ook even mijn make-up gedaan en even mijn haar en een knot. En een was erin gedaan. En nu is het heel verleidelijk om weer eventjes aan het werk te gaan. Sven is gaan sporten. Maar ja, het is zondag. Eigenlijk moet ik gewoon even gaan chillen. Ja, ik denk dat ik gewoon even ga lezen. Ik wil dan heel graag werken om dat af te krijgen. Maar dan denk ik, joh, je moet ook even een keertje gaan chillen. Dus maar even lezen, denk ik. Ze zijn aan het tandenpoetsen. Ben je aan het tandenpoetsen? Is dat lekker? Dat geluid. Er zitten van die ribbeltjes achter op die aap. Vind je het lekker? Had je weer goed geslapen? Ja. De mensen willen jou allemaal horen schaterlachen. Ja, maar papa dat doe ook. Je niet, hè? En papa ook. Papa heeft het ook nog niet gehoord. Jawel, toen jij in bad zat. Toen heb jij het gehoord. Maar ze heeft het ook nog maar 2 keer gedaan, hoor. Ga je lachen? Ja, die komt vanzelf wel een keer, hè? Ja. En ik ben weer in Groningen. Dit keer met mijn swagerpapa. Nou ja, Olivia's swagerpapa. We dachten nog van, zouden we Groningen gaan missen? Maar dat kan niet eens, want we zijn er echt letterlijk 2 keer per week nog. Ja. Ja, ik denk dat ik nu misschien wel vaker ben dan ik er woon. Ja, inderdaad. Maar goed, we gaan op jacht naar een jas voor Sven. Want Sven is uit zijn winterjas gescheurd. En Olivia hangt weer lekker te hangen. Die slaapt weer. Dit is echt weer shoppen met Sven. Jas 1, klaar. Ik vind hem wel leuk. Ja, toch? Ja. We zitten weer op hetzelfde plekje als waar ik gisteren zat met Regina. Alleen nu met Sven. Ik heb een warm broodje caprese. En Sven heeft een broodje met kip. En ik heb een smoothie met kokos. Wat is er in jouw smoothie? Leuk bij je. Wat heb jij? Niks, hè? Jij hebt niks. Wee! Ik krijg straks weer melkie. Wij zijn weer thuis. Olivia ligt op bed. En Sven is even aan het golven. We hebben een jas dus gekocht voor Sven bij Chasin. Dat is een van zijn favoriete winkels op het moment. En we kwamen ook bij CNA. En daar zag ik 2 truitjes voor Olivia. Deze. En deze vind ik heel schattig. Met vosjes. En een beetje geborduurd. En die was een setje. 2. En dat waren €14,99 voor 2. En nu was het 40% korting. Dus ze waren maar €9 voor 2 truitjes. Dus daar ben ik super blij mee. Ook heerlijk voor naar de opvang en zulke truitjes. Er staat dat het maat 80 is. En dat het is voor baby's van 9 tot 12 maanden. Maar als ik dit zo zie, denk ik niet dat het nog heel lang duurt voordat Olivia erin kan. En misschien zou ze zelfs nu al passen. Dus ik probeer ook voor Olivia niet per se kijken naar de maat. Maar meer naar de vorm en naar de hoe het eruit ziet. En dat doe ik bij mezelf eigenlijk ook. Ik zie nu trouwens dat er hier een penstreep of zo op zit. Maar op zich vind ik dat niet zo heel erg. Het gaat waarschijnlijk of uit in de was. En anders dan denk ik, ja, weet je, vies worden ze toch. Dus ik vind het allemaal niet zo heel spannend. Maar wel hele leuke truitjes vind ik. Oh, en gisteren had ik nog bij de kruidvat bambino sokjes gekocht.
Daar kreeg ik heel veel tips over van jullie. Maar hier bij Kruidvat hadden ze ze niet. En ik had er wel vaker naar gekeken. Maar ze waren elke keer niet in Olivia's maat. Want 0 tot 6 maanden wordt echt wat te klein voor haar. Dus ik wilde 6 tot 12 maanden. Ik heb 3 witte gekocht. En 3 gekleurde. Een roze, een okergele en een grijze. En er wil weer een poes aandacht. En ik had nog een bijtring gekocht. Ga je even mee, Mauki? Even mee, we gaan Olivia's bijtring laten zien. Ja, zo, kijk, deze. Die moet ik eventjes in de koelkast doen. Want hier was ik al een tijd naar op zoek. En Rashida kwam ook met een grote tip. Rashida heeft 2 neefjes waar ze heel veel op past en voor zorgt. Ze kwam met de tip van, joh, ze hebben ze vast wel bij Kruidvat. Want bij de speelgoedwinkels en zo kon ik ze elke keer niet vinden. Dus inderdaad, bij Kruidvat. Melkie, ga je me achtervolgen? Ik ga nog eventjes de kolfspullen schoonmaken. En dan ga ik met jou knuffelen. Borstvoeding gaat best wel goed. Ineens weer. Mijn productie is flink verhoogd. Dat heb ik dus gedaan door echt elke 2 uur te kolven en veel aan te leggen. Maar Olivia hap niet altijd aan. Zeker niet als ze geen trek heeft. Dus dat werkte niet echt. Dus heel veel gekolft elke 2 uur. En heel veel gegeten en veel gedronken. En daarmee heb ik mijn productie dus echt weer omhoog gekregen. Dus ik denk dat we nog maar even doorgaan met borstvoeding. Het is nu wel zo dat ze mijn rechterborst niet meer aanhapt. Tenminste, als ik haar op haar zij, zeg maar zoals je normaal borstvoeding zou geven, doet ze niet. Maar als ik haar in de rugbyhouding leg, dus zeg maar met haar hoofd hier en dan haar voetjes om mijn lichaam, dan doet ze het wel. Dus ze wil alleen maar op, dan moet ik even goed nadenken, haar rechterkant liggen. En ik dacht, ja, waarschijnlijk heel veel mensen geven natuurlijk met rechts de fles. Ook op de opvang krijgen ze met rechts de fles en bij ons ook. Dus misschien is ze gewoon zo gewend om op die kant, vanaf die kant voeding te hebben. Ik weet het niet, maar in ieder geval, het gaat wel weer goed. Dus ik ga denk ik nog maar even door. Want ik wil eigenlijk nog niet stoppen. Ik vind het wel iets heel moois. En als het me te veel stress oplevert, ja, dan stop ik onmiddellijk met borstvoeding. Maar voor nu denk ik, van, nou, dan wil ik nog wel heel even doorgaan. Ken je van die plaatjes van wanneer mama thuis is met de kinderen? En wanneer papa thuis is met de kinderen? Ik ben heel rustig. Wat deed je net? Wij hebben sushi. Olivia, je ligt lekker te slapen. Er ligt geld op tafel. En we kijken Enzo Knol. Want dat vindt deze meneer altijd heel erg leuk. En ik vind het niet erg om mee te kijken. Oh, ik wou zeggen, en Olivia wordt wakker, maar ze gaat weer liggen. Nou ja, waarschijnlijk wordt ze zo nog wel wakker. Wij hebben heel braaf allebei een bakje chipjes. Lekker, hè? Zijn ze lekker? Ja, echt. Zo zien ze er dus uit. En ze zijn veel dikker, veel zwaarder dan normale Cheetos. Ja, veel harder ook. Ja. Maar echt, echt een aanrader. Zo lekker. Je kunt er ook lekker op sabbelen. Mm-hmm. Ook je lekker eten? Ook je lekker eten? Ja? Ja? Oké. Dan gaan we dat pakken. Wat hebben we? Kip hebben we vandaag. Mokie? Kip? Ja. Even je bakje pakken. Laat maar aan de mensen zien hoe groot je bent. Ja, laat maar aan de mensen zien hoe groot je bent. Doe de pootjes maar hier. Ja? Waar zijn je pootjes dan? Ah, daar zijn je pootjes. Ja, pootjes. Nou, kijk eens. Kijkies! Yummy, yummy, yummy! Dan was dat de vlog van deze week. Ik ga dus lekker nog eventjes door met borstvoeding. Malky was vannacht weer om 5 uur. Nou, van 4 tot 5 was ze aan het blaren. Echt, oh, het is echt een ding. We hadden het er al over. Moeten haar misschien maar opsluiten in de kamer of zo. Ik weet het niet.
Ik heb haar om 5 uur naar buiten gegooid. Want dat zeg ik, nu slaapt Olivia goed en dan word ik wakker van Malky. En Olivia kwam weer om 2 nachtvoedingen. Maar nogmaals, dat vind ik helemaal prima. Tegenwoordig dan is het echt een kwartier en dan ligt ze weer in bed of zo. Dus helemaal goed. Dus ik heb best wel lekker geslapen. Ik ga afronden, weer een lekkere werkweek starten. Ik ben nu de vlog aan het editen. Ik ga een video nog opnemen vandaag als het goed is. En ik moet nog even wat doen voor een samenwerking. En ik ga deze week dus ook weer bezig met het aanpassen van mijn online cursus. Wil je nog meedoen? Check cursus.optimavita.nl. We starten dus 7 maart. Dus ja, als je wilt, kun je nog meedoen. Er zijn al gisteren waren er ook weer heel wat aanmeldingen. Volgens mij zijn er nu ongeveer 25 of 30 mensen of zo die meedoen. Ik ga straks eens even kijken. Maar echt wel heel wat. Dat vind ik echt heel leuk. Ik heb er zoveel zin in. Nou goed, genoeg erover gepraat. Ik hoop dat jij ook een fijne week hebt. Het is alweer woensdag als je dit ziet. Maar je snapt wat ik bedoel. En heel graag tot de volgende keer. Doei doei!